Aan die kant zitten? Ja. Denk je? Ja. Mooi. Zo voldoende. Alsjeblieft. Ga lekker zitten slapen. Mooi. Ging je bidden? Ja. Moeten. Ja? Ja. Ja. Dat gaat met onze eten. Waar zijn we nu? Sorry? Waar zijn we nu? We zijn? Ja, waar zijn we nu? We zijn in restaurant. Ja, Kebab Koya, Irakisch restaurant. In Haagdijk 73 Breda. En hoe lang is het restaurant al nu? We zijn 1,5 jaar, zo zeg maar. We beginnen in eind van februari vorig jaar. We zijn nu bijna oktober, dus bijna 1,5 jaar. En wat zijn jullie van elkaar? Nadia is mijn vrouw. Is mijn liefde vrouw. Ja, dankjewel. Zwaar werk, het is voor mij. Licht werk voor haar. Ja. Ik ben al vanaf 95 uit Irak. Maar in Nederland kwam ik in 98, begin mei 98 tot nu ben ik in Nederland. En ik ben Nederlands geworden. Ik heb geen enkele andere ID-kaart of nationaliteit, gewoon Nederlandse nationaliteit. En hebben jullie elkaar hier ontmoet dan? Nee, ik ben eerst gevlucht naar Duitsland. Ik was 7 jaar in Duitsland gewoond. En toen ben ik hier gekomen om te trouwen. Ik heb familie hier en via mijn familie, wij hebben elkaar ontmoet. Ik doe alle reparatie hier. Alle boodschappen, wij doen samen, maar reparatie van spullen, van dingen. Ik doe zelf winkelen ook, als we naar de slinger of microwave gaan samen. Wat wij hebben nodig, zij noteren wat is op. Zij zeggen, Salah, dit is op, daar is op. Ik rij op met auto. Zij doet anders. Zij schoonmaken hier of ik volmaken anders. Ik stofzegger iedere dag. Hier aan thuis ook, hè? Is een beetje. Ja. Ook sommige gerechten. Ik doe zelf van wijnbladeren. Ik doe zelf. Hij doet andere gerechten. Of sommige gerechten wij doen samen. Samen. Ja, ja dat, samen. Wij vinden het echt leuk dat samen altijd bezig. Jullie zijn eigenlijk altijd samen. Ja, altijd samen. Ja. Ik kan niet zonder haar. Echt waar. Geloof mij. Ik kan niet. Waarom niet? Ik kan niet, ik weet niet. Het is één stukje van mijn lichaam. Nee. Echt waar. Ik kan niet alleen. Ja, voor hem is het een beetje moeilijk. Hij heeft geen familie hier. Voor mij, gelukkig, mijn familie die zijn ook gevlucht. Mijn ouders zijn hier. Maar voor hem is hij voelt veel heimwee. Hij heeft alleen maar één broer in Amerika, maar de rest die zijn in Irak nog. En echt een beetje de situatie in Irak een beetje moeilijk. Dat wij wilden graag deze restaurant om goed te gaan en wij willen graag hun een beetje helpen. Echt, dat is jullie doel eigenlijk? Ja, ja. Dat het hier goed gaat lopen en dat je familie in Irak kan helpen. Ja. Soms hij zegt, ik ga geen broek voor mij nou kopen. Deze geld. Ik ga sparen voor mijn broer.